Wees bescheiden over jouw eigen kunnen. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip die je kunt meenemen uit het volgende fragment. Dit fragment is misschien wel het meest beroemde verkiezingsfragment van Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is de boeken ingegaan als de grootste blunder ooit tijdens een verkiezingsdebat. We gaan terug naar 1988. En in de presidentsstrijd is er ook een vicepresidentsdebat. De vicepresidentskandidaat van de Democraten is Lloyd Benson, gaat in debat tegen de vicepresidentskandidaat van de Republikeinen, Dan Quayle. En wat is er nou gebeurd? Dan Quayle is een beetje een jonge man, zeker in verhouding tot Lloyd Benson. En tijdens de campagne heeft hij al meerdere keren een beetje gehint dat hij zelf een beetje lijkt op John F. Kennedy. En Kennedy is natuurlijk ongeveer een heiligheid in de Verenigde Staten. En wat gebeurt er nou tijdens het debat? Stelt de debatleider de vraag aan Dan Quayle of die, stel nou dat de president, dat zou dan George Bush worden, zou overlijden. En Dan Quayle als vicepresident zou zijn rol als president moeten overnemen. Zou die dan wel voldoende ervaring hebben? En wat doet Dan Quayle? Wederom vergelijkt Dan Quayle zichzelf met Kennedy. En let vooral op het moment dat hij die vergelijking maakt op het gezicht van Lloyd Benson. In stilte zie je de man al juichen. Want hij weet, als dit citaat komt, als Quayle zich weer vergelijkt met Kennedy, dan heb ik werkelijk een prachtzin waarin ik hem werkelijk alle hoeken van de kamer laat zien. En dat is ook precies wat er gebeurt. Let maar eens op de reactie van Lloyd Benson op de vergelijking van Dan Quayle, dat hij een beetje lijkt op Kennedy. I have far more experience than many others that sought the office of vice president of this country. I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. I will be prepared to deal with the people in the Bush administration if that unfortunate event would ever occur. Senator Benson. Senator. I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. That was really uncalled for, Senator. You're the one that was making the comparison, Senator. And I'm one who knew him well. And frankly, I think you're so far apart in the objectives you choose for your country that I did not think the comparison was well taken. Nou, wat kunnen we hier nou van leren? De belangrijkste les die je hieruit kunt leren is dat je jezelf nooit moet vergelijken met een grootheid. Andere mensen mogen van jou zeggen dat je geweldig bent, dat je fantastisch bent. Wat je dan het beste kan doen is zeggen dat dat allemaal wel meevalt. Maar ga jezelf nooit vergelijken met een grootheid. Want voor je het weet, zit je in de positie van Dan Quayle. En zoals jullie wellicht wel weten, is het nooit meer helemaal goed gekomen met de geloofwaardigheid van Dan Quayle. Vond je dit nou een leuk en interessant fragment? En wil je eens even testen wat jouw kennis is over beroemde verkiezingsdebatten? En wil je ook nog veel meer beroemde verkiezingsdebatten zien? Doe dan onze Raad de Debater quiz. De link daarnaartoe vind je hieronder. Doe hem snel, zie wat jouw score is. Succes!